er komt zo'n dag dat je als oude journalist eindelijk een keer de sleutels van een Ferrari in je handen krijgt. En die dag is niet vandaag. Ik dacht echt, ik ga met een Ferrari rijden, maar toen dacht ik, oh nee, wacht. Toen ging ik het even nazoeken en het bleek inderdaad niet zo te zijn, want ik zit niet in een Ferrari, ik zit in een Dino. Ja, en die Dino, dat was een project van Enzo Ferrari, dat dan weer wel. Hij wilde concurreren met de Porsche 911 en de V12 sportwagens die hij op dat moment maakte, ja, die waren gewoon eigenlijk te duur, te exclusief om met Porsche te concurreren. En hij wilde niet onder hetzelfde merk ook met Porsche met de 911 gaan concurreren, omdat hij dat al een afbreuk aan zijn merk voldoende is. Hij moest het anders bedenken en daarom kwam hij met het merk Dino. En dat was vernoemd naar de zoon van Enzo Ferrari, die op 24-jarige leeftijd aan een spierziekte overleden was. Ja, en Dino, dat werd het merk voor de budget Ferrari, zeg maar. Hij liet een auto tekenen door Pininfarina. En de eerste auto die in productie ging, dat was de 206. En daarbij stond die 2.0 stond voor 2 liter en de 6 stond voor het aantal cilinders. 6 dus, je had het zelf wel gegokt. Nou, van die eerste serie werden er maar heel weinig gemaakt, 152 stuks of zo. En daarom zijn ze nu ook super gewild onder verzamelaars. Maar de mensen die destijds een Dino wilden kopen, ja, die wilden dan toch eigenlijk wat meer power. Dus nou ja, meneer Ferrari die ging eens eventjes aan het sleutelen en die boorde dat blokje wat hij had, dat boorde die op tot 2,4 liter. Vandaar de Dino 246 waar we nu in zitten. Ja, en die 246 die had wat meer pk's. Waar die 206 180 pk had, volgens Ferrari zelf. Want die blokken die werden van de productielijnen van Fiat, van de Spider, werden ze afgehaald. En daar leverden ze 160 pk volgens Fiat. En zo Ferrari riep gewoon, oh, die levert 180 pk. Marketing, heel goed. Maar goed, daar hebben we Ferrari nog nooit op kunnen betrappen dat ze niet een goede marketing doen. Die 2.4 die hierin ligt, die kreeg wat meer pk's. En dan zou je denken dat die auto ook echt gewoon een stukje sneller zou zijn. Dat klopt ook wel, hij is heel ietsje sneller, maar niet heel veel sneller. En dat komt doordat hij door het grotere blok, de wielbasis die groeide iets. Om de productiekosten te drukken werd de body ineens van metaal gemaakt in plaats van aluminium. En ook het blok zelf was ineens van gietijzer in plaats van lichtmetaal. En daardoor werd die auto wat zwaarder. En ja, de prestaties waren eigenlijk hetzelfde als die van de 206. Uiteindelijk kwam er na dit model nog wel de 308. Die werd niet op Pininfarina getekend, maar door Bertone. En had dus ook wat scherpere lijnen. Ja, en die auto die kreeg een blok mee met 250 pk. Dat was ook echt wel een wat snellere auto. Een wat fijnere rijdersauto. Maar niet getreurd, ook dit is gewoon echt wel een hele leuke bak. Ja, het klinkt toch wel heel lekker, hè? Ik zou even iets langzamer gaan rijden, want we waaien er bijna uit hier. Ja, er gaat toch niet heel veel boven zo'n jaren 70 zescilinder. Ik moet zeggen, door de middenmotor en verder best wel lichte auto is dit echt wel een leuk autootje om mee te sturen. Maar alles is wel echt zwaar. De zitpositie voor mij niet echt ideaal. Ik denk dat die echt is gebouwd op kleine Italiaantjes, want het stuur zit voor mijn gevoel echt te ver weg. Maar als ik dichterbij zit, dan zit ik met mijn knieën tegen het dashboard. Dus dat is een beetje behelpen. Maar verder op zich is die auto best makkelijk te rijden en is ook best wel makkelijk snel te rijden. Er zit een hele leuke balans in. Ik denk als je echt op de limiet gaat rijden, wat ik uiteraard niet ga doen met deze auto, dan wordt het wel wat lastiger. Dat waren ook wel de commentaren van de journalisten destijds die die auto voor het eerst meenamen. Van nou, het is wel een engaging drive, om maar zo te zeggen. Je bent wel echt vol bezig om die auto, als je op de limiet gaat rijden, om hem op de weg te houden. Maar goed, desondanks is dit gewoon echt, ja, het is gewoon echt gewoon tof. Deze auto hebben we opgehaald van Gina Classics. We zijn er nou een ochtend mee onderweg. Ja, je merkt gewoon toch, zo'n Ferrari, dan draai je de koppen, weet je wel. Mensen kijken je na en ik moet zeggen, het ding ziet er ook gewoon heel gaaf uit. Het is heel vrij gerestaureerd.
strak in de lak, mooie optionele Gromodora wiel eronder. Wat waarschijnlijk niet helemaal de officiële uitspraak is, dus laat ik het op het Italiaans proberen. Gromodora. Voor mij maar een pizza Gromodora, heerlijk. Maar goed, die wielen zien er wel gewoon heel tof uit. In dit geval zitten die wielen gewoon vast met 5 bouten, maar als je echt wat exclusiefs wil, dan ga je zoeken naar een 246 met de Centerlock wielen. Die zijn namelijk alleen op de allereerste serie, de L-serie, zijn die gebouwd. Deze E-serie heeft ze niet meer, helaas, want ja, die Centerlock wielen zijn toch nog wel net even ietsjes toffer. Maar goed, desondanks dit gewoon een heel gaaf exemplaar. Hij heeft er ook wel een prijskaartje, moet 325.000 euro kosten. Ja, dat is misschien veel geld. Aan de andere kant, als je bedenkt dat er maar net even iets meer dan 3000 van zijn gebouwd, ja, dan valt het ook wel weer mee. Het is, ja, het is een verzamelaarsobject geworden, zoals zoveel auto's die we bij Gina Classics rijden. En ja, daar betaalt de liefhebber voor wat hij ervoor over heeft. Ik kan me wel voorstellen dat je als liefhebber verliefd wordt op deze auto en denkt van ja, ik moet hem gewoon hebben. Het is gewoon zo mooi getekend en prachtig ontwerp. Ik heb niet zo vaak dat ik met Italiaanse auto's denk, wow, deze auto wel.